good, Kelfam! Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is nog steeds Kelsam, wat betekent dat ik deze hele maand elke dag een video maak, mits jullie het aantal likes halen, wat ik jullie vraag. En vandaag is het aantal... Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. 14.000! 14.000 likes, mensen. Als we binnen 24 uur 14.000 likes halen, dan komt er morgen weer een nieuwe video. En het is bijna het eind van de maand, dus dat betekent dat ik bijna kan ademen. Dit is één intense maand geweest. Ik kan je niet eens uitleggen hoe weinig ik geslapen heb. Dat is niet oké. Mocht je nou nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, de leukste, meest enthousiaste en grappigste familie van heel Nederland, abonneer dan op mijn kanaal, @Calvin op Instagram. Let's go, man. Het wordt nice. Hey! Vandaag is het zover. Ik ben weer zo hyped, jongen. Ik kan ook nooit echt goed uitleggen hoe hyped ik ben om mensen weer te mogen roasten, want ik vind het zo fucking leuk. Mensen vragen wel eens aan mij, Kelvin, waarom roast je al die mensen? Dat is toch onaardig? Dat klopt, alleen vraag ik altijd van tevoren toestemming. Dus tot zover de haatcomment die al half aan het typen was, waarin je zei, oh, ik kan echt niet van Louise doen. Ze vond het goed. In ieder geval, het is geen verrassing wie ik vandaag ga roasten. Ik heb allerlei verschillende roasts al gemaakt dit jaar en de laatste roast is een vrouw. Voor het eerst in mijn leven ga ik een vrouw roasten. Oei, yo man, what's good? Dus like deze video sowieso als je dat nog niet gedaan hebt. En 14.000 likes komt er morgen weer een epische nieuwe video en dan volbrengen we de hele maand 31 video's, man. What's good? Good. We gaan beginnen met de roast of Femke Louise. Let's go! Oké, van tevoren moet ik zeggen, mensen, het is normaal gesproken altijd super moeilijk om een roast te schrijven. Het is moeilijk om goede pakkende grappen te bedenken bij mensen die eigenlijk niet zo heel erg veel fout doen. En dat het ook nog grappig is en nog slim en wat dan ook. Maar ik moet je eerlijk vertellen, bij Femke was het zo makkelijk. Het was alleen fucking vermoeiend. Kijk, ik moet dan om grappen te bedenken, moet ik naar video's van mensen gaan kijken, weet je. Na een half uur video's kijken van Femke Louise, kreeg ik al gewoon hoofdpijn. Het was alsof ik een half uur naar een wandelende miskraam aan het kijken was. Ik heb de eer gehad om Femke Louise te mogen ontmoeten. Dat was eigenlijk een heel mooi moment. Eigenlijk is het in het echt super mooi, super lief, gewoon hartstikke schattig. En er was ook meteen een klik gewoon toen we elkaar ontmoeten. Liepen we naar elkaar toe, gaven elkaar een knuffel en toen kwam meteen de ambulance omdat ze 18 botten had gebroken. Hey, hey! Ja! En toen ik een dag later in het ziekenhuis kwam, dat ik me toch schuldig voelde en ik vroeg naar Femke Louise, zei de zuster, oh, je bedoelt dat 8-jarige jongetje met lang haar? Ja, ja, die ligt hier. En toen ik binnenkwam, hadden ze overal van die speelgoedautootjes neergelegd en zag je Femke zo in de hoek zo, ah, vroom, vroom. Tip 1 van mij, mensen, als je Femke ooit in het echt mag ontmoeten, knuffel haar niet, oké? Als je warmte nodig hebt, kun je beter gewoon een paspop knuffelen. Je hebt in ieder geval wel tieten. Nou ja, ik hoop niet dat dit je beste grap is, Kel. Femke, ik wil nog even één ding zeggen. Nou, ik ga nog heel veel zeggen, maar dit wil ik sowieso zeggen. Je hebt zo'n dode blik. Alsof je leeg van binnen bent. Net zo leeg als de portemonnee van je vriendje. Femke kijkt zo dood uit haar ogen. Als ze zondagochtend naar de kerk gaat, dan denkt iedereen dat er een begrafenis is. De grote vraag blijft natuurlijk, kan Femke live zingen? Kijk, als ik Femke op een podium zie staan, dan heb ik niet het gevoel alsof ik kijk naar iemand die live zingt. Eerder dood. Laten we ons niet alleen focussen op de negatieve aspecten van Femke, oké? Laten we ons focussen op het positieve deel. Femke heeft namelijk heel veel records verbroken. De eerste YouTuber die op nummer 1 binnenkwam in Nederland, dat was heel knap. Het minste aantal emoties dat een mens kan hebben. Of het meeste aantal dislikes op een liedje in Nederland. Ik weet niet of jullie het ooit gezien hebben, maar Femke heeft 191.000 dislikes op haar liedje Vroom. Tijdens het editen van deze video kwamen we erachter dat er al meer dan 200.000 dislikes zijn. Dus ja, 191 klopt niet helemaal meer, maar alsnog 200.000. Hey, Femke, lekker bezig. Dat vind ik echt knap. Niet van haar, maar van haar kijkers. Kijk, ik snap dus niet dat mensen na het zien van Vroom nog steeds fysiek in staat zijn om op de dislike te klikken. Ik had verwacht dat iedereen al lang met stuiptrekking op de grond zou liggen zo. Nee, grapje. Ik lag zelf ook niet met stuiptrekking op de grond. Ik was al halverwege mijn zelfmoordbrief. Oké. Sinds dat Famke muziek maakt, heb ik op zich wel meer waardering gekregen voor andere genres binnen muziek. Dan luister ik ineens Roxanne Hazes of zo en dan denk ik, nou, toch best wel dik, man. Nou, het is op zich wel logisch. Vergeleken met Femke is iedereen dik. Femke, je hebt echt een lief koppie. Je bent best wel een mooie meid. En daarom vind ik het zo jammer dat je stem zo kut is. Brom. Denken ze er niet genoeg bij na voordat ze iets zeggen? Mensen moeten beter nadenken over wat ze zeggen. Misschien moeten mensen daar eventjes een beetje over gaan nadenken. En ze hebben geen idee hoeveel pijn het kan doen. Bij mensen wel echt hard aankomen. En misschien koop ik wel een Honda of eigenlijk een Ford Fiesta, want ik heb niet genoeg centjes. Femke, hou alsjeblieft op. Ik heb het gevoel alsof ik kijk naar een leeglopende ballon die klaarkomt aan het eind van elke zin. Maar vergeet niet om te abonneren. Heel even iets anders. Hebben jullie het nieuwe liedje van Supergaande toevallig gehoord? Nee? Nee, ik ook niet. Aangezien Femke met Vroom op hetzelfde moment live ging als Supergaande met Accepteren, kwam Femke op nummer 1 in trending en Supergaande zeg maar op nummer 39. Nessim en Q, jullie gaan hartstikke lekker, maar het moet toch best wel pijnlijk zijn om te zien dat Femke gewoon minimaal 5 keer boven jullie staat in trending. Kan eigenlijk niet. Oké, dit is niet de roast van Supergaande, maar ik strijd wel voor meer vrouwen op nummer 1 in trending. Weet je, we hebben alleen die grote jongens, Enzo Knol, Dylan Hagen, Stuk TV, al die mannen. Waar zijn de vrouwen op nummer 1 in trending? Femke, ik vind oprecht dat mooie, spontane, getalenteerde chicks een plekje verdienen op nummer 1 in trending. Dat meen ik serieus. Dus als jij nou even oprot, dan kan Maan op nummer 1 staan. Ja, nou ja, ik ben namelijk graag een voorbeeld voor jonge meiden en ik vind het liedje van Maan en Ronnie echt super tof.
Dus ik gun ze natuurlijk heel erg om op nummer 1 te staan. Ik vind het heel erg leuk voor ze. Het is ook gewoon een heel leuk liedje. Ik weet niet of jullie is opgevallen, maar Femke heeft dat mondkapje om in haar videoclips. En dat vind ik wel lief van haar. Weet je, ze hoeven haar in ieder geval niet zien zingen. Ze is wel slim met Vroom. Of moet ik zeggen, Vroom. Vroom. Kijk, in Vroom zingt ze de hele tijd, misschien koop ik wel een Honda, misschien koop ik wel een band. Het is altijd misschien. Ik belde ook Femke op. Ik vroeg, hey, mag je roasten? Want misschien ga ik wel grapjes maken over je uiterlijk. Of misschien ga ik wel grapjes maken over je vriendje. Oh, misschien. Vroom, waar naartoe eigenlijk, Femke? Ga je naar de TBS-kliniek om Tim op te halen? Of naar de oorarts? Of naar Saoedi-Arabië, omdat daar de doodstraf nog legaal is? Eén ding is zeker, ze rijdt in ieder geval plank gas. Mocht je je afvragen, hey Kel, waar haal je al deze briljante woordgrapjes vandaan? Ik hoef deze grappen niet eens te bedenken. Ze staan gewoon onder Femke haar video's. Ik hoef niks meer te doen. My job is done. Oké, dan moet ik wel eerlijk zijn. Ze heeft niet alleen maar haatcomments. Ze heeft ook best wel lieve comments. Ik zal er even eentje pakken. Ik deed alsof ik dood was, maar ik was al dood door oorkanker. Deze, dit level is niet te doen. Het is gewoon niet te doen. Genoeg over Vroom. Laten we doorgaan met Op Mijn Money. Al die boys, ja, ze willen mee, maar dat kan niet zo makkelijk. Dat liedje waarvan zeg maar de remix harder was dan het origineel. Al die dames, ja, ze willen mee, maar dat gaat niet zo makkelijk. Eigenlijk is alles altijd harder dan het origineel. Ja, behalve de pik van elke man op aarde als ze naar een video van Femke Louise kijken. In die clip van Op Mijn Money loopt ze zo over de wallen heen met champagne en zo'n smerige hond. Eigenlijk was ze met twee smerige honden, alleen eentje was gewoon ergens naar binnen gegaan. Waarom denk je dat je kans maakt, boy? Waarom denk je dat je kans maakt, boy? Femke, ik wil niet moeilijk doen, maar ik kwam laatst dit filmpje tegen. Ik zou denk ik wel fijn trouwen, denk ik. Dat is waarom ik denk dat ik kans maak, Femke. Dat is het. Niks anders. Nee, girl. Hey, shit. Fuck it. Dat ziet fuck jou. Oh ja, die jongen naast Femke, dat is het broertje van Snapking. Ik was niet bewust van het feit dat je zoveel handicaps in één familie kon hebben. Dit is trouwens ook de enige video op het internet waarin Femke slim lijkt. Met zo'n debiel joch naast haar. Als ik Femke zou moeten vergelijken met een andere Nederlandse YouTuber, dan zou dat toch wel Gio zijn. Hun muziek klinkt allebei nergens naar. Ze zijn extreem inhoudsloos en ze zijn allebei een vissoort. Eigenlijk is Gio gewoon Femke zonder tieten. Dus is Gio gewoon Femke. Ja. Het enige verschil tussen Gio en Femke is dat Gio niet misschien een dure auto koopt. Hij doet het gewoon. Je kan veel zeggen over Femke haar muziek, maar één ding is zeker. Het zijn gewoon hitjes. Haar liedjes zijn gewoon tijdloos, man. Of in het Gronings, tietloos. Oké, we gaan lekker, man. We gaan lekker. Let's go. We gaan gewoon door. Ey. Er zijn twee verschillende soorten mensen op de wereld, zeg ik altijd. Je hebt mensen die Femke Louise haten. En je hebt de mensen die Femke Louise haar vriendje haten. Femke, ik wil het nogmaals zeggen. Weet je, ik ben een beetje aan het roosten, maar je bent wel echt lief. Femke is echt lief. Ze gaat best wel vaak langs bij gehandicapte kijkers. Ja, ik moet wel eerlijk toegeven, ik moet wel even mijn bek houden over dat hele liefdesgedoe met Snapking. Weet je, ze hebben een relatie, ze zijn verliefd op elkaar. Als twee mensen verliefd op elkaar zijn, is dat hartstikke mooi. En heb ik daar niks over te zeggen. Echt niet. Maar toch heb ik het gevoel alsof hun relatie niet heel lekker loopt ofzo. Ik zag laatst namelijk een foto van Femke met een andere dude. Femke werkte vroeger bij een hele kleine supermarkt. Maar als zij aan het werk was, liep iedereen in één keer de deur uit. Omdat ze allemaal dachten dat het een bouwmarkt was. Als Femke ooit in een film zou spelen, zouden ze gewoon een extra categorie moeten toevoegen op Netflix. Namelijk platte comedy. Oké. Een plank, maar wel een plank met een modellencarrière. Dus... Zoals bij elke roast heb ik ook altijd een gedeelte waarin ik even inga op iemands uiterlijk. Oké, en dat hebben we bij Femke nog niet echt gedaan, dus bij deze Femke haar uiterlijk. Ik dacht het al, QC zei het al, maar Femke is gewoon een soort Bellsprout. Het enige verschil is dat Bellsprout wel kan pijpen. Femke heeft bij RTL Late Night gezeten en dat is knap. Ja, daar mag even voor geapplaudisseerd worden. Alleen toen je daar zat, besefte ik het me pas. Je bent eigenlijk een soort Dua Lipa. Maar dan als Dua Lipa een rat zou zijn. Maar ik ben helemaal geen ratje. Oké, dit gaat best wel een beetje ver, moet ik eerlijk toegeven. Ik kan dit eigenlijk niet maken. Dus ik ga nog heel wat positiviteit. Femke is best wel schattig, ook met die vlechtjes, best wel lief. Femke is een soort van Pippi Langkous tegenwoordig. Weet je, ze hebben allebei die vlechtjes, ze hebben allebei sproetjes. Ze zijn allebei verliefd op een teringaap. Oké, deze vind ik wel heftig. Maar ja, het is natuurlijk een roast en het hoort erbij. Dus ja, deze kan ik ook wel hebben hoor, Kel. Femke heeft ook meegedaan met Models in Paris. Ik weet niet of jullie dat programma kennen, maar het soort van het gehandicapte broertje van Holland's Next Top Model. Femke, je hebt wel ervaring met gehandicapte broertjes, toch? Dat ziet fuck jou. Nog heel even terug naar Models in Paris. Voor de mensen die het programma niet kennen. Het is een tv-programma waarin 6 karakters een beetje leuk en mooi aan het doen zijn. Een soort sesamstraat. Weet je, 5 leuke karakters en 1 debiele kanarie. En toen ik Femke in Models in Paris zag, besefte ik me ineens, wow. Jongen. Femke, je hebt het toch wel gemaakt. Je bent overal. En dat kun je niet echt zeggen van je intelligentie. Femke is zo dom. Als je er vraagt om een IQ-test te doen, komt ze 5 minuten later terug met plas in een potje, omdat ze denkt dat ze een SOA heeft. Femke is zo dom dat ze niet eens weet hoe ze haar eigen naam spelt. Of haar eigen naam uitspreekt. Femke, Famke, Femke heeft ongeveer 2 jaar in de ABR-squad gezeten. Dat was een groepje met Armo was Right en Snapkick. Hartstikke gezellig.
Na 2 jaar is ze vertrokken. En je vraagt je af, hé, maar waarom is ze daar nou weg? Nou ja, ze kwamen na 2 jaar achter dat AWR eigenlijk staat voor achterlijke wannabe rapper. Ze heeft toch wel alles wat elke jonge vrouw eigenlijk wil. Veel volgers, succesvolle carrière, een leuke vriend. Dus ik besloot haar toch maar even een DM te sturen. En die ging als volgt. Hey Monica, ik wil even zeggen dat je echt goed bezig bent. Oké, terug naar Famke. Famke praat gewoon soms een beetje straattaal. Gewoon een beetje zo accentje. Alsof ze een soort van niet goed ingeburgerde Marokkaan in zichzelf heeft gepropt. Beetje alsof je Nessim en Geert Wilders zou duwen. Nu we het toch over Marokkanen hebben. Ali B. We kennen hem allemaal. Rapper, manager, succesvolste guy van Nederland ongeveer. Maar hij is ook hier net bij The Voice. Als Famke mee zou doen met The Voice, zou zelfs Ali B. per direct op de PVV gaan stemmen. In de hoop dat hij zo snel mogelijk het land mag verlaten. Klopt, ik ben te boeken op het onderstaande e-mailadres. Dus Ik moet eerlijk toegeven, het is wel heel makkelijk. Het is wel heel makkelijk om gewoon bijna de meest gehate persoon op het internet in Nederland te roasten. Zoveel haatcomments, zoveel dislikes. Er komt een dag, en dat weet ik zeker, Famke, er komt een dag dat jij een video maakt waar 0 dislikes op zitten. En dat is de video met Snapking waarin jullie vertellen dat het uit is. What's good, mensen? Nou, dat was de roast van Famke Louise. Famke, als je kijkt, Tim, Snapking, als je kijkt, alle mensen die ik eigenlijk soort van geroast heb. Ja, het is een roast, weet je. Dit moet gewoon soms even... Oké, nou, dit was hem. Ik vond het echt leuk. Nou, dankjewel voor deze roast. Ik vond het heel erg leuk dat ik mee mocht doen, Kel. En ja. Zoals ze ook bij de andere roasts zeggen, we only roast the ones we love. En daarmee bedoel ik, Famke, I love you. Ik ga het ook echt niet voor mezelf goed kunnen praten. Maar Famke, ik vind ongeacht wat iedereen dan ook te zeggen heeft, je krijgt een hele bak scheid over je heen elke dag. Dus dit zal waarschijnlijk niet zo heel veel pijn doen. Ik wil zeggen, wees gewoon jezelf. Doe gewoon wat je wil. Hou gewoon van de rest van de wereld. Wees gewoon positief. Wees gewoon blij en shit. En dan komt het allemaal goed. Bedankt dat ik je mocht roasten. Ik vond het super stoer. Ik heb al zoveel shit over me heen gekregen, zeg maar. Dus ik kan jouw shit er ook wel bij hebben, hoor. Mensen, abonneer op Calvin, join de Calfam. It's good, man. Het is de leukste familie van Nederland, dus join sowieso. Abonneer op mijn kanaal, volg me op Instagram. Ik zie jullie morgen weer. Zoveel likes. Hoeveel likes was het? 14.000 likes. Zie ik jullie morgen weer. Hey, man, let's go!